Een kennis van mijn echtgenote. Die, die wou graag met roken ophouden. En toen was zij, wat zij geadviseerd, dan moet je de vieste sigaret gaan roken die er is. En dat was geloof die heette geloof ik Belinda, die, die uh, mentol <laughs> sigaret. Je begrijpt hoe dit afgelopen is. Dus zij is uh, Belinda gaan roken, wat ze de eerste twee dagen ongelooflijk smerig vond. En tenslotte gewoon verslaafd geraakt aan Belinda. Met hem. kunt u mij horen? Wat voor gedachten had jij bij dat nieuws over Amalia en Rutte... dat ze mogelijk door de Mokro-maffia ontvoerd worden? Of in ieder geval een doelwit? Ja, je begrijpt wat ik als eerste denk. Ik dat... Wordt dat niet een tikkeltje overdreven? Is dit niet een, een, een reactie op iets? Een vage aanduiding... Uh... Hoe concreet is het eigenlijk? Uh, wat zijn dan de ideeën over een mogelijke aanslag? Uh, hoe zou dat in zijn werk moeten gaan? Uh, moeten we ons dat voorstellen als die aanslag op die advocaat? Uh, dat, dat, en, ja, en vervolgens komt de bekende mededeling dat hier geen mededelingen over gedaan worden. Dus ja, uh, als zij het zeggen. Het zou natuurlijk ook ontvoering kunnen zijn, hè, in plaats van een aanslag. Dat, Ik ze, er geen flikker van. dat ze Rutte even meenemen dat hij dan opeens zo'n video moet opnemen. Van Ik geloof er geen flikker van. Ik Kom vrij als. Wat levert dat nou op, toch helemaal niks? Nou ja, dan zeggen ze bijvoorbeeld. Het uh, enige wat het oplevert, dat is dat we Rutte nog eens een keer vier jaar als minister-president hebben. Hè? Ja. Bartelaar voor de goede zaak. <laughs> nou, dat ze zeggen tachy, uh, we willen Taghi vrij hebben en dan krijgen jullie Rutte terug. Nou, als er één succesvolle uh, figuur is in dit hele drama, dan is het Taghi zelf wel, toch? Kijk, hij hoeft u maar, maar met zijn ogen te knipperen en we raken in totale paniek. Ja. terwijl hij in de gevangenis in vuchten. Hij zit in de gevangenis, maar nu hebben we al lang geleerd. Uit de gevangenis kun je hele kook-imperia runnen, dat is helemaal geen probleem. Nee, ze zouden dus verzen uit de Koran naar elkaar sturen en de telegraaf. Vermoeden dat daar misschien geheime boodschappen in staan. Dan. <laughs> ja, dat zou kunnen. Ja, sorry dat, dat we er ook weer over zitten te lachen. Het hoort niet. Ik weet het. Ik, heb, ik ben nu bezig een traantje weg te pinken over deze. Want de minister van, uh, van Justitie en Veiligheid had ook gezegd dat. Uh, naar aanleiding van hiervan. dat, dat uh, de, de criminal georganiseerde criminaliteit erger en erger werd. Ik zou zeggen, dat wisten we al toch? We hebben net gehoord dat het ministerie die 900 miljoen erheen gejast heeft zonder dat dat enig concreet resultaat heeft opgeleverd, moet je je voorstellen. Een miljard. Ze, sterker nog, was het niet een, een, kort geleden ook zo'n kwestie dat er honderden miljoenen waren vrijgemaakt voor het een of ander. Die verdwenen waren. Waar ze zelf eigenlijk niet meer wisten wat ze ermee gedaan hadden. Zou dat ook niet een ministerie zijn wat is. Dus, uh, Weet je, wat we moeten doen? We laten Deloitte het ministerie voor veiligheid en, en just, justitie en veiligheid doorlichten. Dat gaat, nou ik schat, gaat dat tien jaar duren en, ja. en drie miljard kosten. Zou mij niet verbazen. En die, we, daarvan weten we dan ook niet wat het tenslotte opgeleverd heeft. Nee, nee. Maar de mokromaf is natuurlijk wel een serieus probleem in Nederland. Ja, dat is een serieus probleem. Ik zou zeggen, bestudeer hoe ze dat in andere landen... Ik weet niet of er landen zijn waar het werkelijk effectief is aangepakt, de grote misdaad. Ik dacht dat Italië wel vorderingen had gemaakt hm. op het punt van bestrijding van de maffia. Ja, aanzienlijk erger, dacht ik, dan bij ons de mokromaffia. Dus eh, laten ze dat eens effectief bestrijden. Ja. Laten ze elders... Wij hebben er kennelijk niets van terechtgebracht, wordt alleen bij op ja, besloten voor rekening laat ze zich even laten informeren door mensen die dat wel effectief bestreden hebben. Ja. En dan kun je de vraag stellen, is het effectief te bestrijden? Wat een, een heel interessante vraag is. Ja. Een samenleving zonder misdaad, die bestaat niet. Nee. En persoonlijk is het natuurlijk wel heel vervelend voor Amalia, die net begonnen was hè, als student en moet ze weer uit dat studentenhuis en volgens mij al haar huisgenoten... Volgens mij hoeft ze niet per se uit dat studentenhuis, werd dat erbij gezegd. Ze is daar weggehaald vanwege de veiligheid. En haar huisgenoten ook. Dat huis staat leeg, begreep ik nu. Oh. In Amsterdam. Oh. Dus ze zal nu in het ja, een geheime plek zitten, maar dat zal waarschijnlijk het paleis gewoon zijn. Denk. Ja, geheim is natuurlijk allemaal geheime zonzin. Het lekt altijd allemaal uit. Ja, ja Nou, dat vind ik heel vervelend voor haar. En dat vind ik wel een beetje een testimonium paupertatis voor de beveiliging. Dat, dat ik zie niet in waarom ze niet in het huis kan blijven wonen. Neem wat extra maatregelen, zou ik zeggen. En als de beveiliging in orde was, dan was het helemaal niet nodig geweest, toch? Nou, ik denk dat je de mokromafia niet moet onderschatten. Je dacht dat ze vanaf een kilometer afstand met die speciale antitankwapens zouden zijn gaan schieten of zo? <laughs> nou, dat denk ik niet, maar ik denk dat als ze daar... Van Javelin? Ja, nou, <laughs> je weet het niet bij, bij die mokromafia. Ik denk dat die toch, uh, die, die weten wel hoe ze dingen moeten aanpakken. Oké, okay, ik ben er niet van onder de indruk. Als ik nou trouwens de mokromafia was, dan was het wel het laatste wat ik zou doen... Kijk, waarom bestaat de maffia? Dat is om makkelijk geld te verdienen. Het, is, het gaat erom dat je in overtreding bent in, in zaken de verdovende middelen. Waar ook weer nog eens misschien overwogen zou moeten worden om tot legalisering over te gaan. Het was vroeger legaal, waarom het dan nu helemaal niet meer kan, dat is, dat is een interessante zaak. Waar gaan we het nu even niet over hebben? Stel voor je, ontvoert maar Amalia. Of je schiet met een bazooka op dat huis met verschrikkelijke gevolgen. Dan weet je dus zeker dat echt dat die samenleving. niet waar zo boos zal worden. Zeker in het geval van een dergelijke symbolische figuur. dat ze nog veel intensiever achter je aan zullen jassen. Dus ik zou, ik zou het vooral niet doen. Ik zou, ik zou nu een bos bloemen sturen. Sorry, maar dit is helemaal niet waar. Enzovoort enzovoort. Ja. Maar aan de andere kant weten zij ook dat Nederlanders, ondanks dat dit soort dingen gebeuren, ook gewoon die drugs blijven bestellen. Want heel veel Nederlanders zitten aan de Zo drugs. Zo is dat. Dus is dat niet de goede reden om de cocaïne gewoon te legaliseren, klaar? als Kees? Dan ja. zit je bij van dat probleem ook af. Wat is dat tegen? Je mag wel alcohol drinken. Eh, Alutrans, ik bedoel, eh, hoe is het ook weer in Nederland zeggen, ook 800.000 mensen met een alcoholprobleem. Nou, waarom zouden we het niet nog 100.000 man bijdoen met een cocaïneprobleem? Ja, dat levert ook weer werkgelegenheid op, want er zijn natuurlijk weer coaches die je daar dan weer vanaf kunnen helpen. Zeker levenscoaches. Ja. Tja, ja. Maar ja, ik vertel het vaak. Freud, die was al bang voor zijn chef. En dan nam hij een lijntje kook. Eh? Want dan voel je een beetje dat schijnt. Ja, ik zelf heb er geen ervaringen mee, maar je schijnt je een hele piet te voelen. Ja, je voelt hè? jezelf verzekerd. Dus je schijnt een het gevoel van Albach te hebben. Ja. Welke politieke partijen zijn eigenlijk voor legalisering? Van drugs? Heeft Paul de Pla dan niet denk ik... Maar het was meer softdrugs volgens mij, hè, bij Nou, eigenlijk. Paul de Pla zei dat denk ik in, in verband met... Hij ja, is burgemeester van een of andere ja, stad in het zuiden des lands, Breda. Ja. Eh, vrijwel alle burgemeesters en commissarissen van politie... zijn voorstanders van een vorm van legalisering. Omdat ze natuurlijk al lang weten, al jaren weten, al decennia weten... dat het in allerlei, allerlei opzichten een hopeloze strijd is. Het is voortdurend dweilen met de kraan open, hè. Je kunt geen doos bananen openmaken in Rotterdam, er zit een kilo koken in. Bij wijze van spreken. Ik hoop ook. Oh nee, laat ik dat nou niet zeggen. Dat je zo'n trosje bananen koopt en er zit nog zo'n zakje in, bij wijze van spreken. Nee, dat is niet de bedoeling. Ik heb er verder niet zo'n behoefte aan. Maar ja, ik ben wel voor legalisering. Nou, er zijn heel veel Nederlanders. In feite is het gelegaliseerd, alleen op een ja. zodanige manier dat de verdiensten allemaal bij, de, bij mafioze types terechtkomen. Ja. Ja. Want je kunt, zoals je weet, het overal kopen. Ja. Maar Als ik dit dus zo hoor, dan moeten we dus... als we die mokromorfia willen aanpakken... moet je dus ook drugs legaliseren serieus overwegen. Ja, dat vind ik van wel. Maar goed, dat heb ik, vind ik, al jaren. Dus, ja. Ja. Dan moet ik je zeggen... ik was ook een enorme voorstander van legalisering van de prostitutie. En wat hebben we nog meer gelegaliseerd in de tijd... En ik dacht dat dan is het probleem ook een beetje opgelost. Dan kun je, er gewoon, kun je ook belasting heffen en medische controles. En nou, kortom, het wordt gewoon een beroep. Waarom niet eigenlijk? Eh, en dat is gebeurd. Maar dat heeft in feite de vrouwenhandel en de misdaad niet, niet wezenlijk opgeruimd op dat terrein. Daar nee. was ik wel. Teleurgesteld over. Ja. Misschien moeten we je eens uitnodigen, die minister. Want uh, nou, ze heeft de HIE-schoonlezing ze gegeven. Ze, ze zit ook allemaal bij media. Uh, ja, daar breken we toch voornamelijk bedreigd te worden door woke-types eigenlijk. Ja, dat eh. hoorde ik ja. ja. Die, mogen, die, mogen, die zijn tegen kritiek. Maar ja, dan mogen ze ook, ook, ook de afdeling Murgen. De afdeling zoomen en de Murgen. De woke-gemeenschap bedoel je. Ja, het is vervelend. Maar het is totaal onbelangrijk. Ja, ja dus wat je eronder verslaat, is blokken. die. Ja, ik moet. Ik heb nog een stukje geschreven over de Cancel culture. Vond ik wel enorm amusant, eerlijk gezegd. Ja. Maar voor rechtse types is de woke gemeenschap ook iemand die voor minder vlees eten is. Of voor, voor min, minder. Uh... Voor rechtse types is de woke gemeenschap een zegen. Hè? Die woklui in de Verenigde Staten een zegen voor de Republikeinse Partij. Omdat die woklui zo idioot zijn, niet waar? Dat je dat je. Uh, Eigenlijk heel de, de, de hele linkse gemeenschap kun je er belachelijk mee maken. Ja, maar ik denk je dat... plakt er het etiket op woke dan is het lachen geblazen. Ja, maar wanneer vind jij iemand woke? Wat is jouw definitie daarvan? Ik heb geen idee, want er zijn geen definities van woke. Woke betekent eh, simpelweg dat je wakker bent geworden. En ik, in principe dacht ik dat dat oorspronkelijk voortkwam uit wakker worden ten aanzien van... Niet waar de systematische discriminatie van mensen van kleur in de Verenigde Staten. Ja. Waar inderdaad sprake van is, maar ja, of je dat nu, moet, nu pas ontdekt, is een beetje vreemd. En met name ook natuurlijk institutionele discriminatie. Dat we zeggen dat de samenleving zo georganiseerd is dat je. Wel kunt zeggen, nou ik heb helemaal niets tegen zwarte mensen of bruine mensen of gele mensen. Maar dat de daadwerkelijke institutionele structuren feiten zo is dat die mensen in alle opzichten veel een veel moeizamer leven leiden dan mensen die, die wij dan blank noemen. Ja, blank is ook onzin. Of wit, dat is nog gekker, dat moet je tegenwoordig te moeten zeggen. Vanwege het zijn. We zijn helemaal niet, niet wit, we hebben een varkenskleur. Laten we het daar nou op houden. Hè? Ja. We zijn eigenlijk een beetje piggy. Maar je, dit kun je natuurlijk doortrekken. Je kunt natuurlijk ook zeggen, in de automotive-industrie... is iemand die voor elektrisch rijden is, is ook een woke-type. Die is ook wakker geworden, want die heeft... Nou, in... dat weet ik niet. Elektrisch rijden heeft wel voordelen. Het, het gekke is dat de voordelen van het elektrisch rijden... voorlopig nog niet zo verschrikkelijk duidelijk zijn. Want zonder subsidie verkoop je geen enkele elektrische auto. Ook een relatief goedkope elektrische auto. Dus ik geloof niet dat er iets in aan het aanbod is onder de 25 mil. Ja, maar heb je gisteren het nieuws gezien, het acht uur journaal? Nee, heb je niet gezien? Daar was een, ik moest aan jou denken, want daar was een uh, item over. Oh, dat was die autotentoonstelling. Ja, was ja. Het de, waar die pick-up trucks allemaal op elektrische. Uh, elektri ah joh, dat is allemaal flauwekul. Ik ben net, ik ben net uh, drie weken in Wyoming en Montana geweest. Nou, kan je verzekeren? Al die pick-ups zitten nog vol met acht cilinders. Zo'n lekkere bruine roffel. Ja. ja, maar nu nog. Maar die verslaggever, Lucas Waagmeester, was dat volgens mij. Die zei: Dit gaat veranderen. Dit gaat heel snel. Gaat dit... Ja, dat, dat zal zeker wel gebeuren. Maar dan zullen ze toch nog allerlei maatregelen moeten nemen. Of de infrastructuur, zeker in de Verenigde Staten, is uiterst gebrekkig op dit punt. Behalve misschien in Californië. Maar ze, ik heb, kan me niet herinneren in Wyoming één elektrisch laadpunt te hebben gezien, eerlijk gezegd. Ze zijn daar ook niet zo dol op, denk ik. En ik vind nog steeds hier, dat hebben, hebben we er wel eens over gehad. Kijk, zolang als ik om 11 ah, uur thuis kom en ik moet mijn auto elektrisch bijtanken. en ik moet hier de buurt gaan ronddraaien om te kijken waar ja. zo'n laadpaaltje staat waar ik nog mij kan aanleggen. Nee, Daar heb ik helemaal geen zin in. Zeg. Nee, dat ben ik met je eens. Bovendien, je zou zeggen dat het bouwen van een elektrische auto goedkoper moet zijn. dan het bouwen van een auto met een, met een fossiele brandstofmotor. Maar dat is tot op heden helemaal niet zo. Nee, lithium is nodig. Vandaar ook dat die, al die rare subsidies op die elektrische auto's, dat kwam vooral te goed aan mensen die het vrek goed zelf kunnen betalen. Ja, ja, ja. Dat was ook een subsidie voor de miljonairs. Ja, maar daar hebben we hebben veel batterijen, veel meer batterijen nodig. Dus lithium, dat halen ze dus uit mijnen, toch? Die batterijen. Zeker, dat komt uit mijnen. En, en dat schijnt nu dan grotendeels uit China te komen, als ik het allemaal goed begrepen heb. Maar dat betekent dat je moet dat beter zoeken. En dan zul je zien, vroeger dachten we ook, dat aardolie vrij beperkt voorkwam. Als je goed zoekt, dan. Uh. Ja. Maar ook daar als je. Ik begreep ook... dat er in Tsjechië ook een hoop lithium te vinden was. Ja. Maar ook als je daar weer het wokenvenster even opplakt. in die mij mijnen gaat het er niet altijd heel erg aardig aan toe. Nee. Die werkomstandigheden en dergelijke. Er zijn heel weinig mijnen waar het er fijn aan toe gaat. Zoals tussen de middag dineren met, <laughs> met damasten, tafellakens en allemaal. dat soort van dingen. Nee, dat, uh, dat is er niet bij, nee. Ja. Staat die man naar jou te zwaaien? Weet het Ik weet niet? niet. Dat weet niet het. Het is. Nee, Of ze zwaait naar iemand hier achter het raam. Ze zwaait naar Bart, denk ik. Oh, en naar Bart zwaait Bart ik. woont hier ook. Oh, kijk, kijk, kijk. Maar ik vond wel, ze is niet ook een hummer zien. Wat volgens mij is. Yes, ja, maar dat was wel amusant. Dat is natuurlijk, dat zie je ook wel eens hier in, uh, ik wil nou verder hier geen praktische voorbeelden geven. Maar dan hebben de mensen een elektrische auto en er staat zo'n enorm Duits monster van 2,5 ton Bouw dan ook een zo efficiënt mogelijk uh, auto met aluminium en, en, en nou, ja. nou ja, de Tesla 3 dat blijft toch tot op heden, want dat die Parta daar nu net geparkeerd, dat blijft toch op het heden naar mijn gevoel de, het voorbeeld van een efficiënte en aantrekkelijke elektrische auto. Ja, maar, jij... maar die, die kost ook nog een, een mep geld. Ja. ja, een ton volgens mij toch? Nee, zo'n Tesla 3, die heb je met één motor en met, niet met all-wheel drive. Denk ik dat het, zal zal in kosten ja, Tussen de 50 en de 60. Ah, dat ik. is het Jan Modaal model. Ja, Dat is het Jan Modaal model. Ja, 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 ja. Maar dat, 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 je, dat beeld wat dus geschetst wordt van Amerika is om, we gaan nu helemaal op elektriciteit. Jij gelooft jo, dat, dat niet. dat is volstrekt de flauwekul. Maar, maar het is, het wordt wel, het, je ziet ook in Amerika toch steeds meer. Het zal meer. sterk toenemen, zonder meer. Maar ook een actieradius, daar kun je lang en kort over lullen. Het is omdat die Tesla's een heel behoorlijke actieradius hebben. Maar heel, veel, heel vaak is het zo dat je, zeker als het winter is, mag je je handen knijpen als je er 350 kilometer ja, ja. mee kunt rijden. Ja, ja, dat klopt. Dus als je gaat spreken in Bellingwolde vanuit Utrecht, dan, dan moet je al uh, zorgen dat je in Bellingwolde extra tankt om nog thuis te komen. Je ja. nee, rijdt dan hybride, dus je hebt dan nog de fossiele brandstof. Daarom, maar... Maar ik heb ik een heel fijn compromis. Ja, Maar er zijn ook mensen die dan, de, die zetten dan een standje aan, uh, uh, hoe is dat, comfortabel heb je. En je hebt ook natuurlijk Economy Plus of zo. En als je dat dan aanzet, dan kun je wel net ook. Eco, wat weer... zeker. Ja. Dan heb je heel veel moderne auto's in mijn auto? Kun je ook, dan kun je hem ook op eco zetten. Ja. En op sport, normaal en eco. Ja. Ik heb hem altijd op eco. Ja. Waardoor je dus echt inderdaad, hij trekt op alsof hij, of er een kabouter achterin aan een, aan een rad draait, <laughs> bij wijze van spreken. Ja. ja. En uh, de verwarming uitzetten. Dat zie je mensen ook wel eens doen. Ja, de, dat ga ik allemaal niet doen. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, dus. Uh, dus ja, ook. Oh. Taggy en Mohammed B. Want daar, hadden we, daar begonnen we over. Daar, heb je dus, daar maak je je niet echt druk om. wat zij in die EBV. Uh, ja, dat heeft in. geen zin. Nee. nee. Nogmaals, we zijn niet geïnformeerd over wat de aard van de bedreiging eigenlijk precies is. Er is alleen maar gezegd dat er een bedreiging is. Uh, dus ja, wat moeten we er voor verstandig over zeggen? Ja, ja. We hebben nog een uh, vraag gekregen van Bart, die sluit hier ook wel een beetje bij aan. Hij is student in Industrial Engineering en Management. En hij zegt: uh, wat vindt Maarten van minder uh, vlees of vis eten in uh, ja, relatie tot een, een milieu en de verbetering van het milieu? Ja, daar moet ik u zeggen dat ik daar een wonderlijk antwoord op geef. Ik geef niks om vlees. Dus als ik één keer in de week een balletje eet, dan vind ik het al lang mooi. Ik vind een visje op zijn tijd ook erg lekker. Maar, nou ja, ik weet niet hoe. Je hebt veganistisch. En ja. Er zijn van allerlei eh, categorieën. Dus ja, ik vind een, een roer dat vind ik vreselijk lekker. Maar ja, nee, ik heb eh, nogmaals zo. Wat je ook in Amerika was, dat geeft altijd iets potzierlijks. Dat je dan zo'n enorm stuk vlees op je bord krijgt. En nee, ik vind dat dan eigenlijk vervelend. Dus dan vraag je me af, kunt u niet zo'n halve doen? Dat vinden ze toch een beetje gek. Zelfs als ik bij de slimste mensen dan heb, je zo'n keuken, dus dan ga je daar even eten. Dan hebben ze ook allerlei vleeswaren. En dan zeg ik ook vaak: kun je niet half doen? Ah, kijk eens, als ja, je niet goed snik geworden bent. Ja. Vlees is toch wat. Nogmaals, maar dat is gewoon mijn persoonlijke. Eh, as, een, een persoonlijk aspect aan deze zaak. Ik geef niks om vlees. Ik, geef, ik vind het vreselijk, zo'n reusachtige bloedende biefstuk. Ik, ik heb helemaal niks mee. Nee. Ik de... vind veel liever een fijn gekookt eitje. Het moet wel heel op de juiste manier gekookt zijn. Heb je, denk je dat je het proeft als het nepvlees is? Het schijnt gewoon droog te zijn, nepvlees. Maar ja. dat weet ik niet. Ik eet het alleen nog maar. Maar ik moet je zeggen, ik vind het best wel lekker. Nou, tenslotte, wen je aan alles. Het is net als ja. met de koffie op de universiteit. Het is de smerigste koffie ter wereld. Maar <laughs> is waar. als er geen andere aanbod is, dan drink je ze het koffie van de universiteit. En na twee jaar vind je het heerlijk. En vind je alle andere koffie, dat je jezus, wat sterk is die koffie. Maar dit is, jou... is toch het geval van een kennis van mijn echtgenote. Die, die wou graag met roken ophouden. En toen was zij, wat zij geadviseerd, dan moet je de vieste sigaret gaan roken die er is. En dat was geloof die heette geloof ik Belinda, die, die uh, mentol sigaret. <laughs> Je begrijpt hoe dit afgelopen is. Dus zij is uh, Belinda haar roken, wat ze de eerste twee dagen ongelooflijk smerig vond. En tenslotte gewoon verslaafd geraakt aan Belinda. Dat, dat, dat probleem een beetje. Ja. Want ik heb nooit gerookt, maar wanneer is roken, als je dus rookt, wanneer is het een vieze sigaret? Wat, wat proef je? Die dan? eerste sigaret is het smerigste wat je je voor kunt stellen. Maar waarom komt dat dan? Nou ja, je voelt wat, er, wat een smerig spul erin zit. Ik moet zeggen, ik heb. Niet gerookt van mijn 33ste tot mijn 41ste. En toen dacht ik, ik ben er helemaal vanaf. Dus waarom zou ik, altijd oh, principiële gedoe, dus waarom zou ik af en toe niet eens een sigaretje op kunnen steken. Toen stak ik een sigaret op. Ik geloof dat ik een Marlboro bietste bij iemand. Ik dacht, nou moet ik er maar weer eens eentje roken. Nou jongen, dat is alsof er een vuurwerk in je hoofd afgeeft. Oh, ja. Ja, dan merk je dat je helemaal dizzy wordt ook. Dan merk je pas hoe erg het eigenlijk is. En toen heb ik met mijn stomme kop, want ja, ik dacht, dat kan ik wel doseren. Een paar per week dat ik het wel rustig doen. maar dat was dus een volstrekte mislukking. Je moet er gewoon compleet totaal mee ophouden. Ja. Maar welke zintuigen uh, gebruik je als je rookt? wat... Uh... Nou, geen enkele. Elke sigaret is een geschenk aan jezelf, toch? Even een pauzetje. Ik had het ook heel sterk bij het schrijven. Als je dan niet, niet, niet verder kon, dat je dan, weet je wat, Ik steek een sigaretje op. En dat werkte altijd fantastisch. Dan, de, dan relateer je het aan die sigaret, maar het enige wat je eigenlijk doet, is je concentratie breken. Ja. Schrijven gaat, bij overconcentratie gaat schrijven niet goed. Schrijven moet je eigenlijk een beetje... Een beetje met de linkerhand het de losse pols doen. Hè? Niet je best doen, dan wordt het het beste, dat idee. Ik ben sowieso iemand. Je moet niet te veel je best doen. Dat maakt ook een vervelende indruk. Hè? Dat je geweldig je best loopt te doen. Ja. Het moet een beetje, beetje tel loops gaan. Het moet eigenlijk een beetje lullig tot stand komen. Het is, het is ook wat je bij, bij pianisten ziet. Hè? Je hebt pianisten, nou jongen, dat je echt. Als ze dan een stukje gespeeld hebben en het zweet druipt ze van het voorhoofd. Ze zijn volledig uitgeput, niet waar? Je ziet ook hoe ze zo over de vleugel hangen. En neem Rubenstein, als hij zo'n zo pianoconcert van Chopin speelt, op een manier dat je denkt van, met een losse pols. Hij zit waarschijnlijk gewoon te denken aan gaakballen, weet ik veel, ik weet het niet. Die indruk maakt hij, zal wel ja. niet zo zijn, die ja. indruk maakt hij. Ja. En dat is toch, dat, het maakt een geweldige overtuigende indruk. Ja. Overigens nog een uh, opmerking over Rijkswaterstaat. We hadden het over die uh, strook die dicht was. Uh, als je bijvoorbeeld ergens langs rijdt en er is een ongeval gebeurd, dan staat er zo'n man, dan gaat die hele strook ja. dicht. Waarom is dat nou? Wanneer gebeurt dat? Uh, er zijn verschillende antwoorden op binnengekomen, onder andere dat de file strook ook dicht gaat als er uh, uh, drukte is en een milieuvergunning noodzakelijk is. Um, er is dus soms voor het open doen van alle drie de stroken, begreep ik van deze briefschrijver, is er een milieuvergunning nodig. En, en als ze die niet hebben, dan wordt, het, dan wordt die strook niet open gedaan. Ik vind het ook een beetje een raar verhaal, maar dit is wat binnen, binnenkomt. Ja, dat zou wel zo zijn, maar ja, het blijft ja. maar Dat we door krankzinnig geregeerd worden hè? Ja. tal van terreinen. Ja. En als er dan geen kritische vragen worden gesteld, ja, dan, dan gebeurt er niks. En dan moeten we met op twee banen. Hij rijdt, terwijl het een reet in de druk is. Ik, kreeg laatst, ik weet niet, het was naar Wageningen of naar Arnhem of zo. En ja, die linkerbaan is dus ja, afgesloten. Klopt, dat het is een heel lang stuk. Dat je. Ja, het is geen file. De tijd was half twee smiddags of zo. En dan is het ontzettend druk op die twee banen. Dat je denkt, dat geeft dus extra risico. Doe die derde baan open en dan... In ieder geval ben je al geholpen dat de aardrijvers op die derde baan terechtkomen. Ja. Deze briefschrijver heeft dus een kennis bij Rijkswaterstaat. En daar tekent hij dat van op. Hij zegt: Vaak is het een vergunning voor twee stroken. En voor een x aantal uren mag de filestrook dan open. En als die vergunning er dus niet is, dan kan dat niet. Het lijkt me dat, dat de logica aan, deze, aan dit beleid volledig ontbreekt. Ja. Dit is natuurlijk maar één bron, dus we, we houden ons aanbevolen voor andere uh, bronnen. Uh, dan... het, het aantal, het heeft helemaal, helemaal niks met milieu te maken. Het, we verdelen alleen het aantal auto's niet over twee banen, maar over drie banen. Het aantal auto's neemt niet af of toe. Nee. Sterker nog, het zou best kunnen zijn dat omdat ze nu als niet als maar hoeven te versnellen en te vertragen... Dat ze in feite minder uitstoot hebben over wanneer we ze verdelen over drie banen dan over twee banen. Ja, ja. maar je valt ook op dat je, je mag ook minder hard rijden als er drie banen open zijn. Als er twee open zijn, mag je juist harder. Dat is ook nog een voordeel dat je dan maar 100 mag rijden als ik het wel heb. Ja, hartstikke rustig lekker 100 rijden. Ja, nou ja, 100 is sowieso de max, maar volgens mij als er dus drie open gaan, dan wordt het opeens 80 of zo. Nee, dat ik niet. Dat heb je op de A27 als je naar het zuiden rijdt, dan heb je toch bij dat tankstation zo'n stuk, dan mag je maar 80. Maar volgens mij is dat. Ja, dat, is maar, dat is volgens mij een, een of andere invoegstrook of zo. Oh, ja, oké. Okay. Maar als er nou één plek is waar mensen zich totaal niet aan de, aan de voorschrift houden, is wel de A28. Ik bedoel, ik, Of is het de A7? Ja, Sorry, de A27, A27. gaat naar het zuiden. En dat twee keer per jaar vanwege de slimste mens dan dus uh, tien dagen op en neer moet rijden in Hilversum. Nou, jongen, dat je. Ik rijd daar dan om een uur of twaalf of zo. Daar zijn dan mensen die over de 200 kilometer per uur halen. Hè? In de Audi. Ja. Ja. Hé, hey, um, um, Ja, nou, het is trouwens als de boeren misschien massaal uitgekocht worden... En, de, en het stikstofprobleem wordt opgelost... dan mogen we misschien weer harder rijden, hè? Dat wordt gezegd. Nou, dit, dit hele verhaal van Rijkswaterstaat is zo volstrekt... het is ook een evidente volstrekte kletskoek... dat hoe ze eraan gekomen zijn, ik heb geen idee, maar... Onzin blijft het. Oké. Okay. De Prinsjesdagplannen, uh, heb je die nog een beetje gevolgd? Ja, het, is, het zijn allemaal indrukwekkende dingen die dan wel pas op 1 januari ingaan. Nu worden ze eigenlijk een beetje, beetje haastig en rommelig. Hebben ze ontdekt dat het toch allemaal wel heel erg is. En dat ze misschien beter voor 1 januari al een paar passende maatregelen moeten nemen. Daarbij, natuurlijk, een deel van de maatregelen. Terecht las ik ergens bekritiseerd wordt omdat het voornamelijk eh, voordelig is voor die mensen die eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel last hebben van de prijsverhoging. Hè, denk aan een de goedkopere benzine enzovoort. Denk aan die man, niet waar is een Audi Q7 die op de A27 190 rijdt. Waarbij die waarschijnlijk 1 op 4 rijdt of op 1 op 5 of zo. Ja. Als we de plannen die in ieder geval uitgelegd zijn er even bij pakken. 17 miljard voor de koopkrachtreparatie. 10 miljard voor het betaalbaar houden van de energierekening. Um, in ieder geval voor de consumenten en voor de bedrijven. En ik hoorde Kaag ook zeggen, ja, het is toch nog wel lastig om al dat geld uh, wat we extra gaan uitgeven, om dat bij elkaar te krijgen. Dat lijkt me onzin. <laughs> zij zei het. Ik, het ja, ik... natuurlijk. Zet, dan moet ze zeggen, dat is zo van die minister van Financiën, die moet altijd duidelijk maken dat hij zuinig is. Maar we hebben een relatief lage staatsschuld. Laten we daar 10% bij doen. Hè? Dat maakt eigenlijk niks uit. Budgetair ja. is Nederland een schatrijk land. Ja, ze hopen dat dat weggehaald kan worden bij die winst van die energiebedrijven. Nou, zelfs dat hoeft niet per se. een goed idee te zijn. Maar goed, laten we ja. dat gecoördineerd in Europa doen. Dat lijkt me eerlijk gezegd veel verstandiger. Ja. Nou, Rutte die zegt, wij, bij ons werkt dat niet zo goed om die winst daar weg te halen. Dat komt door het liberale karakter van de markt. In Duitsland zou dat meer opbrengen, zegt hij. Maar hij is meer overtuigd van een solidariteitsbijdrage van de grote nou, daar olie. Daar kan we niks van. Nee. nee. Ik zou zeggen, <laughs> laten we ons op dit punt bij de Duitsers aansluiten. Oké. Okay. Op dit punt heeft, heeft uh, Rutte natuurlijk ook wel een volstrekt waardeloze track record. Hè? Met zijn dividendbelasting. Hallo. Jij bent niet zo overtuigd van deze plannen, heb ik niet. Totaal idee. niet, nee. Nee. Totaal nee. niet. Nee. Maar... Dat kan beter hadden had De planning had veel eerder moeten beginnen. En we zitten nu per slotverrekening is het bijna oktober. En we weten van deze ellende toch ook al zes, zeven maanden. Dus ja, we waren late starters. Ook in Europa begreep ik zijn we late starters. En in Frankrijk zijn eerder maatregelen genomen. Dus nee, ik ben er niet van onder de indruk. Ja. Nee, maar goed, de ambtenaren hadden natuurlijk vakantie. Dat ze dus, hadden een heel druk voor half ja, jaar. Ja, de ambtenaren hadden vakantie. Ik zou zeggen, dat is helemaal geen anders dan wat ik eerder aan thuis moet komen van de vakantie. Hè. Sowieso is vakantie ontzettend slecht voor je geestelijk. Je ja. weet, echt, scheidingen nemen toe door vakantie. En ziektes worden verergerd door vakantie. En nerveuze klachten worden verergerd door vakantie. Wat, wat dacht je dat je in zo'n auto vol Familieleden en. en en, en scheef hangend van de, van de bagage en ingepakte tenten op de route Soleil naar het zuiden, waar het 41 graden is. Ja. Maar je ziet toch ook in jouw agenda, juli, augustus gebeurt helemaal niks. Kun Absoluut. je alles wegstrepen. En dan komt iedereen terug en dan gaan ze denken, zo, hoe zouden we dit eens gaan oplossen? Ja, als je voor een lezing wordt uitgenodigd eind juli, dan weet je dat er iets niet vrees is. Hè? Nee. Je, je, je waarschijnlijk gekidnapt zult worden door Tavi. <laughs> ja. Ja. Nou, misschien vragen dat ook ze ook wel. Ze vast proefdraaien met bekende Nederlanders voordat ze dan aan Rutte en Amalia beginnen. Kijken of het wat oplevert. Of het effect heeft, ja. Maar goed, die ambtenaren die komen in september terug. En dan wordt het en natuurlijk niet alleen de ambtenaren, ook de politici. Ja, hier. ik vind dat heel raar. Ze zeggen gewoon doorwerken in de zomer. Ja, dat dus, zal natuurlijk niet voor iedereen gelden. Wij zijn toch met die podcast ook gewoon doorgegaan in de zomer? Ja, maar we nee. hoeven geen beleid te maken. Oh nee? Ook hartstikke moeilijk om vast te stellen waar we het over gaan hebben. Ja. 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 Wat we daar zo over zouden gaan zeggen. En ja. hoe we de microfoon vast moeten houden. En nou ja, ja. enzovoort. enzovoort. Ik begreep ook nu dus dat de printjesdagberekeningen zijn natuurlijk weer uitgelekt En ze zijn door, doorgerekend. Maar ondertussen zijn ze nu ook nog, as we speak, bezig, met een pakket een noodpakket. Wat ja, maar ook in dat is. Dat zou ik zeggen, ja, zijn we dan, dan niet? Hadden ze dat niet ietsje eerder kunnen bedenken. Nee. Het, het maakt een weinig slagvaardige indruk, moet ik zeggen. Ja. Nogmaals, financiën, dat, dat waarom we altijd in die wonderlijke idee leven, waar moet het geld vandaan komen. Omdat ons dat allemaal aangepraat is de afgelopen 2,5 decennium, dat we alles maar moeten bezuinigen op van alles en nog wat. Met op zichzelf verschrikkelijke gevolgen. Ja. Eerst bezuinig je dus 100 miljoen op de, op de rechtspraak in Nederland. Met allerlei hele vervelende resultaten. En dan blijkt het te worden een enorme puinhoop. En dan moet je structureel moet 150 miljoen bij om het weer in orde te brengen. Nou, fijn, wat een beleid. Wat een superbeleid, ongelooflijk werkelijk. Ja, maar ik kan me wel voorstellen. Ik voesten. zwijg maar van een ministerie wat dan de lopende band miljarden zoek maakt. Wie is dat? Ja, veiligheid, justitie en veiligheid. Maar is dat, dat heb ik even gemist. Is dat, gemist, is dat gebeurd? Dat is die 900 miljoen. Oh. Die Grappenhaus had uitgetrokken voor, de, voor allerlei speciale taskforces. Dat de Door nu, nu zijn we een paar jaar verder en nu weten ze niet precies waar die 900 miljoen gaat blijven zijn. Ja. In ieder geval is er geen enkele boef gevangen. Nee. nee. Oké, okay, maar we hebben Prinsjesdag. Als ik jou zo hoor, dan is uh, jouw sentiment is niet heel uh, positief rondom uh, wat we dan gaan horen. Nee, want mijn indruk is dat het, 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 de maatregelen helderder en beter gericht hadden kunnen worden op mensen die het, het, het moeilijkste hebben. Dat is punt één. En punt twee heb ik toch de indruk dat ze laat begonnen zijn. En dat ze bovendien toch de ernst van de situatie hebben onderschat. Omdat er nu plotseling een noodpakket moet worden gemaakt. Ja, ja. Ik hoorde laatst ook een verhaal van iemand die door deze hele energiecrisis in zijn auto was gaan slapen. Overigens niet één persoon, maar meerdere <laughs> ja, mensen. Dat las ik ook. Maar wil je wel eens weten hoeveel dat dan eigenlijk precies zijn? Ja, dat, dat werd het Want niet duidelijk. Want als je in je auto gaat slapen, betekent dat dat je huis bent kwijtgeraakt, toch? <laughs> ja. Ja, of, of ja, dat denk ik wel. Want dan uh, nou ja, of je denkt ik, uh, ik, ik ga in die auto zitten, want is het goedkoper om daar wat uh, warm te krijgen dan thuis? Nou, dat wel misschien. Nou, of dat goedkoper is. Dat, maar dat weet mag ik dus niet schijnbaar. Je mag niet overnachten in je auto. is verboden. Dat wist ik niet, maar dat schijnt verboden. te Er is in Nederland van alles verboden. En dat kun je rustig doen, want er is geen handhaving. Ja, dan komt hier niet s'avonds een korter bij je door de straat lopen om te kijken of er niet iemand toch in zijn auto ligt te pitten. Nee. Er <laughs> zijn in Nederland, als ik het wel heb, ruim 8 miljoen auto's. Ja, als je dan her en derde is iemand in zijn auto overnacht, dan eh, verboden. Wat is er allemaal niet verboden, joh? Ja. Kijk, wij denken altijd dat als we een maatregel nemen, dat is verboden, dat het dan ook geëffectueerd wordt. Maar als er geen handhaving is, dan nee. gebeurt er dus niks. Nee, daar ben ik met je eens. Goed, uh, volgende aflevering gaat over Market Garden. Lang verwachte aflevering. Wil je die als eerste horen, zorg dan dat je geabonneerd bent. Op Apple Podcast druk je op het plusje en op Spotify op volgen en het belletje. Enorm Duits monster. Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan: op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.